Dit is het levenswerk van Richard Philips uit Emmen. Zijn huis staat vol met schedels en skeletten van de meest exotische dieren. Hij bouwt de skeletten zelf. Dat is een leeuwenskelet die ik gebouwd heb. En ik hou dan niet van een statische museumhouding. Ik hou meer van actie in een skelet. Dit is dan een statische museumhouding. Dit is een puma. Maar ik vind ja, als er meer leven in zit, zoals die chimpansee, dat vind ik dus veel mooier. Volgens Philips zijn alle skeletten en schedels legaal. Hij koopt of krijgt ze van musea, dierentuinen of vrienden die ook verzamelen. Toch doet de politie in 2012 een inval bij Philips. Een groot deel van zijn collectie wordt meegenomen. Hij wordt uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Maar de rechter ziet ook dat een groot deel van de collectie legaal is en bepaalt dat hij terug moet naar Philips. Maar dat gebeurt niet. Mijn advocaat die heeft herhaaldelijk brieven en mails verstuurd. Die krijgt er helemaal geen antwoord op. Als ik bel, word ik van het ene pakket naar het andere pakket ik toegestuurd. En als je dan ooit eens een keer iemand te pakken hebt, dan maken ze beloftes van over twee weken. Over twee weken. En elke keer na drie weken bel ik. En nou is dus het laatste telefoongesprek is dus geweest dat ik niet meer mocht belden. Ik mocht niet meer appen. Deed ik dat wel, dan ze, deden ze dus helemaal niets meer. Philips is boos, want hij denkt dat het Openbaar Ministerie de spullen kwijt is. Of dat de beenderen zijn vernietigd. Het gaat om ongeveer 30 stukken. Als jij mij nou 25.000 of 50.000 euro geeft, kan ik niet aan een sneeuwpanter komen. Daar kom ik dus never, nooit, niet weer aan. Dat, dat is één een, een, een kans in je leven om zoiets een keer te kunnen bemachtigen. Legaal. Allemaal legaal. Dus met papier. Niet illegaal, legaal. Het Openbaar Ministerie heeft RTV Drenthe per mail laten weten dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. Maar dat er nu hard wordt gewerkt om de schedels weer terug bij Philips te krijgen. Philips zelf heeft er echter geen vertrouwen in dat hij binnenkort zijn spullen weer krijgt. Want eerder ging het ook al fout. In de eerste aanleg hebben ze dus uh, heel veel meer in beslag genomen. Dat heb ik na drie weken heb ik dat weer teruggekregen. Maar dat was dus allemaal beschadigd. Ik pak altijd alles in panties in. Alles is uit panties. Er missen tanden, er missen botjes. Er zitten beschadigingen. Er zijn stukken wat er afgebroken is. Maar daar mag ik allemaal niets over zeggen.